Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor de 7e aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock. Samen met Jordi van de Subpar Guys. De vorige aflevering hebben we gewoon de tweede gym verslagen. We zijn al verder gekomen dan wat ik had verwacht, dat is niet waar. Maar we zijn al in ieder geval voorbij die Dreadnought. Nee. Dat lijkt niet. Hoe ver denk ik dat we waren? Noem liter. Dacht je dat we nog met gym 1 waren geweest? Nee, ik bedoel meer van dat ik niet al dood ben voor... Van tevoren, zeg maar. Ah, op die manier. Dat bedoelde ik. Maar helaas is mijn Sirius de Jamper overleden. De vorige aflevering. Ja. Dus daar moeten we even een vervanging voor. Nou, trouwens, de vervanging is niet zo moeilijk. Want ik doe gewoon Doddler weer in mijn team. Want die zat eigenlijk al in mijn team. Maar ik dacht, ik neem eventjes Chinchou voor de zekerheid mee. Die ook heel erg heeft geholpen de vorige aflevering. Dus... Ik stop je daar al meteen. Stop geen Doddler in je team. Volgende gym is fire, hè? Ja, dat weet ik. Maar hoe heet het? Ja, wat moet ik dan? Ik heb allemaal verder. En ik gebruik toch nooit 6 verschillende Pokémon's in mijn team tegelijk, zeg maar. Oké, fair enough. Nou, nu is even Sonja wat zout in onze mond aan het gooien van Jamper. Hier, Retaliate. Als de Pokémon doodgaat, kan je meer damage doen. Ja, maar dat is dan net niet de bedoeling. Ja. Ruxonia. Nou. Helemaal goed. Helemaal top. Helemaal klaar. Deze cutscene. Al dit gepraat is klaar. Oké, ik ga de cutscene nu in het restaurant. Ja, die heb ik net gehad. Dus ik ga even wat kijken of ik nog wat dingen kan halen. Ja. Nope. Ik wil echt binnenkort een waterpokémon kunnen vangen. Maar er zijn niet zoveel waterpokémons. Nou, je had kunnen kijken voor die 1% Dewpider. Ja, maar dat is Bugwater. En ik ben echt op zoek naar iets wat... wat fire kan resisten. En ja, je kan waterbubble krijgen. Maar ja, dat is een ability die je mogelijk wel of mogelijk niet kan krijgen. Maar welke Pokémon zou dan ideaal zijn, zeg maar? Frillish. Dus ja, daar kan je nog niet halen van tevoren. Nope. En je had het laatst over Sharp Beak. Waar is de Sharp Beak? Sharp Beak is waar je Milky Way kan vangen bij die hooi, dat hooigras, zeg maar. En dan aan de rechterkant tegen de rivier aan, daar heb je de Sharp Beak. Oké. Ja, je bent toch wat cutscenes aan het kijken, dus ik kan dat even fixen. Ja, ik ben nu wel voorbij de... Of ja, misschien nog niet alle cutscenes. Hier beneden ligt volgens mij iets van Shellbell, klopt dat? Ja, Shellbell, nice. Zo. Nou, ik zei wel af vorige aflevering van... Ja, het zal toch waarschijnlijk niet handig zijn, Flyers. Ik ben vergeten, wie heeft de Center Scorch? Hoe bedoel je? Cabo heeft een Bug Fire type. Ja, dat weet ik, maar ik snap even niet... Ik zat na te denken van, oké, zijn flyers, flying types nog handig? Nou ja, Buk. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, oké, ja, nee, dat klopt. Die zijn we helemaal vergeten. Oké. Oh, ik ben zo onhandig bezig. Ah, verdomme. Ik krijg er de pinnacle aan. Ik wil die Wimpod. Yes. Hallo, Wimpod. Oh, je bent niet naar de Sharp Beak gegaan, of ben je alweer terug? Alweer terug. Wat? Speedknop. Nee. Het is makkelijk heen en weer gaan. Oh, verkeerde knop. Maar wat ga jij doen in de mine? Ga je daadwerkelijk iets vangen of zeg je van... Alles wat erin zit is een beetje crappy? Nee, als ik iets tegenkom dan wil ik het wel hebben. Hoe heet het? Noibet wil ik wel vangen als ik Noibet tegenkom. Ja, ik wil Wimpod wel graag hebben. Hé, in theorie kan jij trouwens ook gewoon Magikarp vangen, hè? Want Gyarados is flying. Ja, Waterflying uiteindelijk, ja. Maar laten we heel eerlijk zijn... Daarmee kan ik mooi wachten wanneer ik Magikarps kan vangen boven level 20. Dat is waar, maar als je een watertijd nodig hebt voor Kabu.
Ver en af. Was het eerste... ik kan in Hillbury kan ik een Magikarp vangen, hè? Ik ben hem niet tegengekomen, maar ik ben hem wel tegengekomen. Daar waar je net die Sharpeak hebt gehaald, ben ik wel maar een Magikarp tegengekomen. Dan doe ik dat mooi nog aan deze aflevering, want de gym doen we toch pas volgende aflevering, want... Sowieso, ja, daar gaan we nog niet komen. En de route, dus dat wordt hem niet. Nee, precies. Fix dat zometeen, terwijl ik aan het proberen ben deze Wimpot aan te vangen. En welke type is Galarian, hoe heet dat ding? Die ene trap, zeg maar. Stunfisk. Hoe heet die? Steel. Stunfisk. Ja, alleen steel. Voor mij steel, maar misschien steel ground, maar bij de... Okay. Mogen we niet... voor ons heeft niet zo heel veel zin. Nee. Even kijken, Stunfisk, Galarian Stunfisk is ground steel. Ja, als het normale Stunfisk was geweest, had je hem kunnen vangen. Ja, klopt. Nog een elektrische Pokémon. Ja, voor een vuurnatie heb je weinig vuur. Ja. Ja, ik heb Growlithe nog wel, in mijn box, maar... Dat is misschien als Raboot ooit een keer doodgaat. Ja. Ondertussen gaat dit heel goed met de Wimpot. Ik gooi een bal, breekt direct eruit. Beetje jammer. Ja. Weet je wat, fuck it. Nestballs. Ja. Of netbal, het is toch een... Twee. Ik zweer. Leuk. Ik fucking zweer. Ik wou het net zeggen. Ik gooi één nestbal en zou die direct in zitten. Zou je altijd zien. Nou, gooi even netbal, want het is water en bug. En wat is Wimpot? Water en bug. Ja, netbal dat zuigen. Is keer 70, nee. Nee, als het keer 70 was, dan is mijn kans echt klaar, echt laag. Nee. Want ik gooi netbal tegenaan. Hij shaked niet eens één keer. Zo jammer, hè. Wimpot is binnen. Nice. Duurde veel te lang. Maar hij is maar binnen. Hij is binnen. Nou ja. Ik ben even een naam aan het verzinnen hiervoor. Wat is een naam hiervoor? Naam. Ja, ik was even op zoek naar de female admin van Team Skull. En hoe heet zij? Plumeria. Oh. Ja, het is ook echt zo'n naam waarvan je ook echt weet, oh ja, dat onthoud ik niet. Guzma onthouden nog een zij... keer. Ik dacht dat zij van de Aether Foundation was. Nee, dat is Lusamine. Oh ja. Had jij Beetle ingemaakt of nog niet? Nu heb ik precies hem ingemaakt. Oké, ik begin nu even aan Beats. Maar ik heb hier nog geen Pokémon gevangen. En ik ben nog geen Wimpel tegengekomen of Noibat. Noibat is wel interessant om in mijn team te doen. Noibat is inderdaad interessant, maar... En dat spreek ik even vanuit een monoflying run van Ultramoon. Het duurt heel lang voordat hij nuttig is. Ja, omdat hij dan pas heel laat evolueert, of niet? Yep. Welk level? 40? Voor mij 40. Zie, even kijken. Nope, 48. Wat? En even voor context. Het is een beetje hetzelfde als je Magikarp voor zo lang meeneemt. Ja. Ja, maar met Magikarp is het nog zo, die evolueert dan nog best wel snel, zeg maar. Als je een beetje XP krijgt, dan is hij er zo. Hé, hey, precies. En ja, om zo'n Pokémon mee te nemen, voor zo lang. Maar ik ga hem wel vangen. Nee, sowieso, maar... Even vanuit iemand die letterlijk vanaf het begin van Ultramoon zo'n ding heeft gevangen. Mm-hmm. Het duurt lang.
Ja, je kon hem toch in die grot van, hoe heet het, de eerste trial vangen. Ja, klopt. Daar heb ik hem ook shiny gevangen. Dat was een van mijn snelste shinies ooit. Nice. Van 30 SOS. Oké, weet je wat? Ik heb nu twee goede ghost types. Ik heb de Noibat in ieder geval wel. Ja? Nice. Ja. Ja, ik ben beat aan het beaten. I get it. Oké. Zo. Ik ben nog even aan het nadenken van psychics, want ik was in de wild area een beetje bezig aan het klooien. Want ik wilde ook even mijn bike upgraden. En toen kwam ik een BM tegen en een Claydol. En toen stond ik in mijn hoofd van, wil ik die? Nou. Nou, Claydol is best handig. Ja. Claydol en wie kwam je nog meer tegen? BM. Oh, BM, ja. Eén keer gebruikt. Direct spijt. Wat gebeurde er? Heb je ooit een Oranguru gebruikt? Puur even. Nee. Oké, heb je ooit een Hypno gebruikt? Dat denk ik wel, ja. BM kan je vergelijken met een Hypno, maar dan zonder fatsoenlijke defense. Moves. Ah. Nou, moves is wel goed, maar hij is een glass cannon, maar hij mist het cannon gedeelte. Oh, dat is handig. Hij is alleen glass. Ja. Nee, dat schiet op. Ja, beetje hetzelfde. Hij is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld een Galarian Rapidash. Terwijl een Galarian Rapidash wel snel is. Mm-hmm. En nog redelijk hoge offensive stats heeft. Ja, en die is ook nog eens fairy. Ja, dat valt op zich nog wel mee. Maar dan heb je BM en dan denk ik toch bij mezelf van, ja, waarvoor gebruik ik jou nog? Want ik heb wel genoeg Pokémon's gebruikt waarvan ik denk van, oké, prima, dat werkt niet. Maar meer van dat kan je toch uit dingen nog wel halen van, hé, jij bent nog praktisch. Ja, precies. Dat heb ik totaal niet met BM. Nee, ik zou dat ook, dat zijn een van de laatste Pokémon's waar ik ooit op zou komen überhaupt. Nou ja, zowel jij als ik heb zo'n Sporkle-quiz gedaan, hè? Ja. Yeah. Maar ik faalde wel hard, hoor. Nou ja, met uitzondering van Gen 1, waar ik soms nog steeds zit met sommige spelling. Mm-hmm. Yeah. Ik kijk naar jouw Kangaskhan. Kon ik ze allemaal wel 100%? Dat is best wel knap. En dat is best zielig. Ja, nou, misschien. En ik heb het met jouw stick. Oeh, ik moet tegen Yvonne. Met een Ruggerola. Heb jij hem? Oh, nice. Welke? De blauwe of de witte? De blauwe. Dus okay. De support one eigenlijk. Zit er ook nog verschil in qua wat hij kan? Ja. Ik dacht gewoon alleen of als ik het goed heb, leert de blauwe voornamelijk support moves. En leert de vrouwelijke, dus de witte, meer offensive attack moves. Ja. Ja. Maar kwamen er niet op voor hetzelfde geval leren ze allemaal dezelfde moves. Oké. Okay. Maar dat is het mooiste aan het hebben van een smartphone. Je kan het makkelijk opzoeken. Yep. Dat miste ik wel in de beginperiode van Generations. Want het had je wel een smartphone, maar toen was ook iedere keer zo van, ja, dan ben je meer gefocust op de game. Nu zit je zoveel van, oh, de animaties zijn toch nog bezig. Ja, precies. Nee, wat ik zei klopt wel. Female leert voornamelijk echt de offensive moves. Mm-hmm. Dus die leert bijvoorbeeld wel een Shadow Ball. Oké. Okay. Maar op hetzelfde level leert de male bijvoorbeeld een Quick Guard. Oké. Okay. Beetje jammer. Nou, het ligt eraan, als je het graag gebruikt, dan is het niet jammer, maar. Nee, ik denk dat dit mijn moveset maar gewoon wordt op de male one. Light Screen, Reflect, Psyshock. Shock. En misschien Psychic en misschien nog iets tussendoor, maar ik denk dat het wel zo'n beetje is. Oké. Okay.
Maar ik had hem al één reden bij me, fake out. Nou, dat is wel nice, ja. Als je het niet vergeet, want ik ben dan ook zo iemand die dan al vergeet, weet je wel. Eerste beurt. Maar ik ga toch wel langzaam maar zeker wisselen, want ik weet nu al, sommige Pokémon's blijven niet lang meer. Alchemie blijft nog wel. Gorgas blijft nog wel. Golurk blijft nog wel. Nou ja, Squovet blijf ik gewoon houden tot hij doodgaat. Dus als ik de game haal met een Greedent, top. Maar ja, voor de rest moet ik nog zien. Oh ja. Oké, hey Alchemie, je kan wat echt daadwerkelijk wat dingen gaan doen vandaag. Ik ben nu inmiddels bij de battle met Team Yell. Ik ook. Oh. Maar ik ben nog geen Noibet tegengekomen. Dus, nee, ik ben nog geen Wimbot dingen tegengekomen. Wimpot. Die ben ik nog niet tegengekomen. Oké, nou. Kunnen we even checken, want het is toch nog heel even wat dingen nakijken. Ja, en Wimpot hoef ik ook niet zo heel erg graag of zo. Nee, maar het is handig. Dat is een beetje dingen. Hij is handig om te hebben. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? Oké. Ik ben alvast aan het kijken voor de volgende route. Oké, jij en ik zitten de volgende route vast voor het komende uur. Omdat er chances zijn. Nee. De random encounters, om te beginnen, zijn... Ponyard. Ja, oeh, die wil ik een keer gebruiken. Het is een dark type, dus sowieso ja. Top voor jou. Ik heb elke keer, zeg ik tegen mezelf, die wil ik een keer in mijn team hebben. Oh, Bishop is heerlijk. Ja, die heb ik nog nooit in mijn team gehad. Je moet hem wel een beetje helpen met TM's. Oké. In-game. Maar voor de rest is die heerlijk om te gebruiken. Ik kan een Impidimp vinden. Oeh. Kans is 5%, maar het is een kans. En het is geen 1%, dus op en zich... Een Impidimp is... Dark Fairy, dus je hebt hem ook vangen. Ja. Dan hebben we Visible Encounters. Voor mij Koffing. Want Galarian Weezing. Ja. Poison Fairy. En voor mij Hatena. Oeh, psychisch. Ja, dus... wanneer we daar zijn, is dat de rest van de part. Ja. Op zoek naar kleine dingen. Nou ja, niet helemaal, want ik moet ook nog op zoek gaan naar... Maar zit Chansey daar niet in die route? Of is dat niet daar? Ah. Ja, maar ik dacht, we hebben een plek om te trainen. Maar zit Chansey pas in de game in de Isle of Armor? Nee. Volgens mij niet, toch? Of zit ik nou met een randomizer in mode? Volgens mij zit je met Audino. Ah, oké. Te verwarren, want Chansey zat pas in de game sinds de Isle of Armor. Omdat heel veel mensen waren. Ja, nee, dan zit ik met een let's play die ik kijk met een randomizer in mijn hoofd, denk ik. Oké. Ja, want... Een van de dingen waar mensen bang voor waren met Dynamax, omdat Dynamax je HP verdubbelt als je Max Dynamax candy hebt. Maar ze bang voor Blissey, want Blissey, HP. Ja, die is gewoon niet te verslaan, joh. Nee, en in Isle of Armor DLC komt hij er daadwerkelijk uit. Mm-hmm. Nou ja, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar dat duurt even. Ja. Oh, spant er opeens een Shellos voor me. Ja, dat is altijd... Ja, toch even... Hoeveel competitive Pokémon doe jij nog? Weinig, niet? Hé, hey, Wimpot. Yay! Nice. Ja, maar dat is een van de dingen waar ik altijd naar kijk. Oké, welke Water Ground type ga ik nou een keer in mijn team stoppen? Want je hebt er zoveel. En ze zijn allemaal best goed. Je hebt Swampert, Gastrodon, Quagsire... Seismitoad. Ja, dat zijn er al de beste beetje die je hebt... Oh, hij wimp out. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Oké. Wah, daar gaat je wimpot. Yep. Nou ja. Dat is ook de reden waarom ik niet zo fan ben van wimpot. Nee, fair enough. Heel simpel, ik kan het heel goed begrijpen. Oh, oeh, fuck sex. Hier ben ik niet blij mee. Waar ben je niet blij mee? Een Pancham die cirkeltrol aan het spammen is. Oh. En mijn team is een beetje Dark Week. Komt ook omdat ik... Nou ja, ik heb Psychic en Ghost als theming, dus... Mm-hmm.
Ik ben al aardig afhankelijk van mijn fairy types. Dus ja. Nou, oh, de hoezo leeft hij op 1 HP? Draining is. Oh, nog zo'n Pokémon kom ik nu tegen. Ja, die mag ik niet vangen hoor. Welkom. Maar die ik wel eens een keer in mijn team zou willen gebruiken. Drillbur en Excadrill, die heb ik nog nooit gebruikt. Ah, Drillbur is heel nice. Want ja, als ik het goed... Ja, er was een periode dat Excadrill ook werd gebruikt in Black and White. Voor mij in Black and White 2 speedruns. Oké. Okay. En laatst zijn ze overgewisseld naar Emboar. Want ze zaten zo in van, weet je wat, fuck it. Gewoon de starter gebruiken van begin tot eind. Als het ook werkt, ja, dan speelt je weer tijd. De bubbele beam. Kom op, Chinchou, kill hem. Nice, one hit KO, Onix. Adios. Echt. Ik zet één stap en er spant de Pokémon letterlijk onder mijn voet. Ja, dat had ik net ook met Shellos. Precies, hier hetzelfde. Shellos. Oeh, TM49 Sandtomb. Dreadnought. Ja, ja, High Stunfisk. Ik hebben we hap. Moet een beetje gaan rond... Hey, weet je welke Pokémon we hier ook mogen vangen? Nou? Shuckle. Shuckle. Ja. Ik heb een ding tegen Shuckle wanneer het gaat om het gebruiken in een in-game run. Als in niet. Want? Nou, ik ben wel iemand die geen problemen heeft met stalteams. Mm-hmm. Ook zelfs in-game heb ik geen problemen om stalteams te gebruiken. Shuckle is de stallie voor mij. Weet je nog dat ik zo rage omdat ik... I know. Yeah. Ik weet precies waar je dan bent. Wat een hel was dat, zeg. Ik was zo chagrijnig, hè. Kijk, ik ben helemaal niet goed in die game, dus het is ook helemaal niet erg dat ik had verloren, maar op de manier waarop dat ik... Oh. Kijk, het liefst ga je dood door middel van... Mm-hmm. Simpele brute force. Dat de andere persoon mm-hmm. gewoon een veel sterkere Pokémon heeft. Maar ja. Ja. Daar kom ik aan. Oeh. Dit heb ik niet. Kijk, heb ik. Kijk, een beetje shit, maar. Chikaboom. Wil je de Lion King gaan zingen of zo? Ik denk, ja, dat was in ieder geval wat ik impliceerde, ja. Had je de 2019 versie gezien, of niet? Nee. Ik heb de original Lion King 1 keer gezien, denk ik. Hm. Daar is het. Yo, daar was Shuckle. Ik ga hem vangen. Heb je ooit de musical gezien? Nope. De musical is best sterk. Ja, die is in ieder geval wel heel erg goed. Die wordt in ieder geval wel goed ontvangen door Nederland, zeg maar. Als in, heel veel mensen vinden die heel vet. Ja, en ik heb liever dat die vaker terugkomt dan Soldaat van Oranje. Niks tegen Soldaat van Oranje, maar... Nee, maar die wordt heel vaak... Ja, en ik zou zeggen, als je met de familie, dus grootouders, ouders, kinderen en misschien kleinkinderen, naar de musical wil gaan... Dan is Soldaat van Oranje niet mijn eerste keuze. Nee, precies. Dan zou ik gewoon zeggen van... Hey, ga gezellig met z'n allen naar de Lion King. Want op zich is er niks tegen de Lion King. Oké, ik heb de Shuckle. Nice. Aan Jordi's kant betreffende het vangen van Pokémon's... Nog steeds geen verdomde Noibet. Nou ja, ik weet waar ik een Noivern kan vangen, dus als ik hem hier niet kan vinden, dan vind ik hem wel in de wild area. Even kijken, laten we gewoon deze doen. Oh jee. Yeah.
Ik hoop alleen dat hij dat niet echt veel hoger level is volgende gym, want... In deze game is de level curve wel redelijk goed. Het is niet opeens dat ze opeens level 30 mons hebben. En ik word de cave uitgestuurd omdat ik Kaboel heb gesproken. Oké, Noibert komt later. Ja, dat had ik ook. Maar ik ben teruggegaan voor de circle. Nou ja, ik zit er zo in van... prima, ik wil toch op deze route nog wat dingen vangen. Met name een koffing, want Poison Fairy is nooit verkeerd. Nee. En daarom ben ik op zich nog steeds heel blij dat Slacking nog niet in de game zit. Want nee, precies. De ability van een Galarian Weezing? Dat hij een andere ability overneemt, of? Dat hij alle abilities suppressed. Dus Moxie, train dingen, et cetera, is allemaal... Dat is echt OP, dat is echt OP als je, hoe heet het, Double Battle speelt online. Yep. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat is hetzelfde als Regigigas met zijn ability. Ja, want als Regigigas weer in de game zit en met het feit dat we nieuwe Regis gaan krijgen. Dus ik ga eerlijk zeggen, dat we Regigigas weer terugkrijgen. Dat verwacht ik ook wel, ja. Nou, dat beest gaat flink schoonmaken dan. Yep. Nou, Koffing is al binnen. Oh ja, nice. En even voor jou op de route zelf. Dus waar ik Pawnyard en de andere ik heb tegengekomen, net boven het bordje. Ja. Yeah. Heb je de Amulet Coin. Oké, okay, voor centjes. Ja, want ik ben in de moderne Pokémon games redelijk snel blut. Oké. Okay. Ja, hey, ik wissel van kleding bijna iedere sessie, dus... Oh ja, ja, nee, dat scheelt wel, ja. Ik vecht trouwens tegen Pawnyard inmiddels. Nice. Ik kwam een Impidim tegen waar ik op zich heel blij mee ben. Ja. Dat is ook een grass encounter, toch? Dat is een grass encounter. Ja, dat is geen overworld encounter. Eén. Oké. Okay. For fuck's sake, Impidim, ga er gewoon in, man. Maar ik denk dat Impidim niet direct in mijn team gaat stoppen. Nee, bij mij ook niet. Maar ik ga hem wel eventjes... voor de zekerheid te vangen. Want ik denk dat ik hem misschien wel eens een keer zou kunnen gaan gebruiken. Nou ja. Ik wil hem misschien gaan gebruiken bij de Ghost Gym. Of later wanneer ik de Dragon Gym ga doen. Maar ik ga hem sowieso bewaren. Oh ja, Pawnyard is steel, hè. Dat zijn altijd moeilijke Pokémon's om te vangen. Yep. Haters. Yes, ik heb Pawnyard. Nice. Oké, dan moet ik nog gaan zoeken. Alleen nog een Hatena. Dat is enig nog. Oké. Ik dan nog Impidimp. Ja. Dit is zo raar, want dan moet ik in een Nuzlocke zit ik zo in van... Oké, counter is gevangen. We gaan weer door. Nee. Oh nee, ik was een Pokémon vergeten die je nog kan vangen. Oh, welke? Salandit. Wat een fucking crapshoot woord. En waar zit die dan? Is een overworld encounter. Hier? Ja. Ah. Maar omdat hij aardig klein is... Zie je hem niet zo goed. Nee. Maar... Ik zeg één ding, het is een crapshoot. Want je weet hoe hij evolved. Als het geen meisje is, dan heb ik er niks aan, zeg maar. Nee, precies. Eén. Twee. Drie. Ik ben klaar. Ik heb ook nog een Hatena kunnen vangen. Nice. Dus terwijl jij nog bezig gaat met vangen, ga ik terug naar route 4, zei je, voor met je karp? Dus ja. Dan ga ik even die kant terug. Kun jij ondertussen wat dingen vangen? Ja, ik moet dan inderdaad nog Impidimp en Salandit.
Ik kom alleen tot nu toe maar Rock'n'Rollas en Bisharps tegen. Of Panyards. Oh, Neil Bisharp. Oeh. Panyards bedoelde ik natuurlijk. Nou, laat ik wel eerlijk zijn, als je nu op Bisharps kon tegenkomen, auw. Ja. Yeah. Nou. Sorry mensen dat jullie dit even heel gaat zien, want ik vraag even één ding af. Oké. Waarom is het donker in de game? Bij mij is het ook donker in de game. Ik dacht van, oh, klopt mijn tijd niet. Nee, mijn tijd klopt gewoon. Ah, bij mij is het ook donker in de game. What the fuck? Ik niet snap. Ik ook niet snap. Het is 3:15 middags. Ja, ik zat van... Raar. Hallo, Codien. Ja, wil ik niet. Nee, het is wel waar dat de tijd niet klopt. Alleen in de wild area klopt de tijd. Oké. En totdat je de game niet haalt... Dus alle postgame en alle andere onzin hebt gehad... Dan gaan ze uit van een bepaalde tijdslot. Dus het kan zijn dat ze normaliter ervan uitgaan dat je Kabu verslaat 's avonds. Dat is raar. Nee, ik heb de game niet gemaakt. Nee, het blijft raar. Nee, klopt. Nou, ik ben een Magikarp tegengekomen. Oké, ik vecht nu tegen Impidimp. Nice. Ik ga, denk ik, zometeen wel even mijn team rebuilden. Ik weet alleen nog niet hoe, maar... Er gaat rebuilden plaatsvinden. Voor mij resist fire ook fairy, dus sowieso moet Cannoli eruit. Nope. Ik heb een hele goede naam hiervoor. Nope. Deze moet ik hebben. Skullcracken. Oké. Okay. Alcremie, ik mag jou heel graag, maar jij gaat even in de box. Oké, ik heb Impidimp ook. Nice. Dan moet je nog Zalandit, of niet? Ja. En die wil ik wel, maar dan moet ik gewoon geluk hebben dat het een meisje is. Even kijken, wil ik nog iets anders in mijn team hebben qua aanpassing? Want Krillin is op zich wel handig. Gorgeist. Sorry, maar ik stop je er toch even niet in. En weet je wat, ik hou je toch wel even in. Wil ik iets anders erin hebben? Veef, jij kan nog wel handig zijn. Greedent is voor hitstekers. Pagonia wil ik nog wel waarden, is voor ground. Ja, dit wordt mijn team. Ik voeg alleen even Skullcracken toe. Dan fixen wij heel even de Shellbell. Dan had ik nog een paar candies, dus... Nou, dat is echt nice dat je dat hebt gedaan. Dat had ik ook moeten doen. Mondje open, Magikarp. For fuck's sake. Waar zijn de Zalandits? Hoppakee. En dan heb ik een Gyarados. Even snel een Gyarados fixen. De Zalandits willen niet echt bij mij. Oké. Nou ja, je kan nog even in het heen en weer bewegen. En als je een uitroepteken ziet, misschien kan het zijn dat hij zo klein is dat je hem niet ziet. Oh, ik zie hem. Ik heb er een. Had ik eerder dus moeten zeggen, oké. Nee, dat was meer omdat ik de route uitliep en toen er weer in. Toen was hij er. Een meisje, zie! Oh, daar ben je... Holy shit, daar heb je geluk mee. Want heb je enig idee wat de ratio voor een Zalandit is? Ja, 1 op 5, toch? 1 op de 8. Oh, 1 op 8, dat is nog heftiger. Dus, beter dat je hem vangt. Ja. Yeah. Want ik kan je nu al beloven, hij gaat jou heel, heel goed helpen. Nou, straks bij de Fairy Gym met zijn poison aanvallen. Mm-hmm. Oh, kan ik je nu al beloven dat we niet bij de Fairy Gym gaan komen vandaag, maar...
Nee, nee. Oké. Okay. Zeg maar wanneer je hebt gevangen, want dan is het ook het, al het einde van gevangen. De pakt. Ik heb hem gevangen, ik moet hem alleen nog even een naampje geven. Nou. Flink veel geluk. Pas niet. Zo. Bandito. Het is een vrouwtje, waarom geen bandita? Omdat ik een bandito cooler vind. Fair enough. Even kijken. Nu moet ik nog kijken of ik hem in mijn party ga doen. Ik vind het zonde om de rest eruit te halen, zeg maar. Het is poison, hè? Eruit halen. Ja. Poison fire. Nee, ik zal hem niet direct in je party doen. Nee, toch niet, hè? Nee, ik zal even, ik zal even mee wachten. In eerste instantie, ja. Goed, dan gaan we de aflevering beëindigen. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog en dan zie ik u heel graag weer bij de volgende aflevering. Adios, amigos.